Goedemorgen iedereen. Mijn naam is Shady Atia. Ik kom van Luik Universiteit. Zeker Nederlands is niet mijn moedertaal, maar ik ga het proberen. En ik hoop dat jullie mij, soms ga ik naar Engels sommige woorden gebruiken. Dus voordat ik begin, ik ben een architect. Ik ben ook een hoogleraar aan de Universiteit van Luik. Alles wat heeft te doen met duurzame gebouwen. Ik ben sinds lange jaren bezig met duurzame gebouwen en de proces van ontwerp. En hoe ga je de proces beïnvloeden? En hoe maken wij als architecten de beslissingen in de eerste vroege fase van ontwerp? En ik werk nu meer over case studies en post-occupancy evaluation, omdat ik denk dat we hebben vele problemen met de gebouwen die we in de laatste 20 jaar geontworpen en gebouwd hebben. En daarom probeer ik altijd te zien waar komen deze foutjes. En we kunnen duidelijk zien als de gebruiker de eigenaar van de gebouw is, is de ontwerp anders dan als de gebruiker gewoon een huurpersoon is of tijdelijke persoon. Dit verschil is helemaal belangrijk. Waarom? Als wij eigenaren zijn, doen we dingen correcter dan als wij gewoon verhuurder zijn. Dan hebben we niks te zeggen eigenlijk. Dus in deze context ga ik mijn presentatie beginnen met de titel Goede praktijk voor zonwering. En ik heb veel kritiek een beetje over de EPB, maar het is constructieve kritiek eigenlijk. Ik probeer dit apparaat te... Ja, hier is de presentatietitel, de nieuwe titel, Goede praktijk voor zonwering en EPB-rekening. En ik wil eerst bedankt zeggen voor de uitnodiging van Pixie en van Anne van Eiken, Veroso. En zeker wat ik vandaag ga zeggen, het is niet alleen mij. Er zitten achter minimum, ik denk, 20 persoon vergaderingen en werk over verschillende uren om deze presentatieinhoud te voorbereiden. Dus wat ga ik over praten vandaag? Ik ga over praten wat gebeurt in België en hoe kunnen we in België, of niet kunnen we, hoe eigenlijk berekenen we in België onze oververhitting in de EPBD. En daarna ga ik praten over hoe moeten we beter voorbereid zijn met klimaatverandering en energietransitie in de context van architecten te zijn. Dus dit zijn de hoofdideeën die ik ga bespreken. En op einde ga ik een beetje een soort van conclusie en raad geven. En de vragen zijn principieel... de laserpointer proberen. Werkt de laserpointer? Zo. Ik denk ik heb geen laserpointer. Is dit? Ah, dankjewel. Oké. Dus in hoeverre is de EPB klaar om te reageren op klimaatverandering? En in hoeverre is de EPB klaar om de energietransitie aan te pakken? Dat zijn de twee hoofdvragen die ik probeer in deze presentatie te beantwoorden. Allee, introductie. Het is duidelijk de presentatie van de ochtend, meneer Kaluwaerts. Met verandering van het klimaat wordt het zomers warmer en komen er vaker hittegolven voor. Hierdoor neemt de behoefte aan koeling toe. En het is zaak dat hiermee rekening wordt gehouden in het ontwerp van gebouwen. In de laatste 3 jaren was ik bezig met 1000 gebouwen te bezoeken in België. Ze zijn alle representatief van alle 3 regio's van het land. En tot nu hebben we niet dit studie afgerond. Maar we proberen deze gebouwen te bezoeken. Ze zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 90. Dus we kunnen zeggen dit zijn gebouwen single family, dus maison quatre façade, villa gebouwen. En we ontdekten tot nu, zelf dat we bijna 800 gebouwen bezocht hebben, dat 15% van deze gebouwen een airco hebben. En deze gebouwen zijn meest geïsoleerd in de dak. De dak is geïsoleerd, maar geen isolatie met de gevels. Jullie kunnen voorstellen, de gebouw van de jaren 70 en 60. De wet van minister Taaie, hij wilde dat mensen meer gebouwen zelf bouwen.
En dat is een fenomeen dat een beetje moet meer ernstig bekeken. Omdat alle deze gebouwen hebben een EPB-certificatie. En daar zit niet in de certificatie, daar zit een koeling. Dus het is gebeurd dat deze gebouwen hebben dit soort van ad hoc koeling systemen. In deze context heb ik mij gevraagd, hoe gaan we de energieprestatie in de binnenklimaat in België berekenen? En eigenlijk, we hebben een rekeningsmethode geïntegreerd in de EPB. En dat is een oververhittingsindicator. Bij nieuwbouw van wooneenheden moet het risico op oververhitting worden beperkt. En de oververhittingsindicator die aangeeft hoe hoog de kans op oververhitting is, moet onder een bepaalde maximale waarde blijven. En de eis op oververhitting wordt afgetoetst per EPW-eenheid. En we gebruiken in alle regio's de EPB-softwarepakketten waar we moeten de gebruik op de energieprestatie van gebouwen te berekenen. Nu, hoe werkt dit EW-niveau calculatie of berekening? Eigenlijk het doel van de energieprestatie regelgeving is het karakteristieke jaarlijke primaire energiegebruik te berekenen. En dan gaan we dat delen op de referentiewaarde van het karakteristieke jaarlijke primaire energiegebruik. Dus we moeten een referentiewaarde hebben van een gebouw die dichtbij van de karakteristieken van onze ontwerpte gebouw hebben. En dan gaan we dat 100 keer en dan dit soort van eindcijfer moet onder de wettelijke E-pijl-eis zitten. Dus dit is simply de methodologie. Dus als we in detail gaan, hoe wordt dat gedaan? Eigenlijk het is een mathematische model, berekeningmethodologie, met verhouding tussen winsten en verliezen. We kunnen links hier kijken, daar zit de netto behoefte voor ruimteverwarming, netto behoefte voor bevochting, netto behoefte voor ruimtekoeling en netto behoefte voor warm tapwater. En dan gaan we verder in detail in alle deze vier parameters. En we zien in rood, dat zijn de positieve winsten. En dan hebben we de negatieve, is de verwarming zelf. En op basis op dit balans tussen de winsten en de verliezen, kunnen we de eindenergiegebruik op elk moment berekenen. Dit methodologie representeert de klima op 12 momenten in het jaar. Dus we hebben een gemiddelde maandelijke calculatie per maand. En dan kunnen we de hele maand in één temperatuur representeren. En zeker onze methodologie, de EPBD-methodologie, heeft twee soorten van functies. Eén is de EPU voor de wooneenheden en de EPW voor kantoor- en schoolgebouw. Op basis van die calculatie kunnen we gewoon een omzettingfactor hebben in relatie van de brandstof en de CO2-uitstoot. En dan komen we op de jaarlijke primaire energieverbruik, gedeeld door de referentiewaarde en dan hebben we onze E-pijl. Dus dit is in simpele woorden de breaking logica achter de software. Maar als we kijken wat heeft het te doen met de oververhitting, dan zien we duidelijk thermische zonne-energie, free chilling of free cooling, en dan thermische zonne-energie komt terug met de warmtapwater. Nu, waar zit het probleem hier? Eigenlijk, dit is de software, dit is de energetische boomstructuur, we proberen alle informatie binnen te zetten en dan eigenlijk hebben we de gegevens over de oververhitting worden gecodeerd in verschillende knooppunten van de energieboom in relatie met de vorige slide. En als wij verder in detail gaan, ontdekken we dat we moeten eigenlijk een soort van Q-cool net waarde berekenen. En dit is een basis van conventionele kans op actieve koeling en een warmtewinst boven de setpoint van koele 23. Dat is zeg maar de assumptions of de hypothese achter die calculatiemethodologie. En eigenlijk het is niet opgericht over oververhitting. Het is opgericht op koeling eigenlijk.
Eigenlijk, we vertalen de kans van koeling door dit soort van berekening. En we gaan ook een fixe temperatuur van 23 als maximum. Dat is een beetje niet zo serieus, omdat vandaag met klimaatverandering, we kunnen niet voorstellen dat alle mensen op limiet van 23 Celsius en daarna niet hogere temperaturen kunnen tolereren. Misschien gaan we dat voorstellen in een vliegveld met de piloot, de traffic controller. Jullie weten, de traffic controller, alles is glas en ze moeten concentreren. Als ze fout doen, komen twee vliegtuigen tegen elkaar. Oké, 23 kan ik voorstellen. Ik zit in een food industry, 23 is logisch. Misschien een bejaardenhuis of een ziekenhuis waar mensen ziek zijn. En ze moeten die temperatuur vast en laag hebben. Maar gezonde mensen kunnen zeker boven de 23. Maar voilà, dat was hoe de software logica is gebouwd. Ik probeer verder uit te leggen wat is dit oververhitting indicator. Eigenlijk dit indicator is een waarschijnlijkheid behoefte aan actieve koeling, berekening. En de oververhittingsindicator is een relatie tussen winsten en verliezen in het gebouw. En het hangt af van de zonnewinst, warmtewinst en thermische massa van het gebouw. Op basis van dit kunnen we onze oververhitting risico of waarschijnlijkheid rekenen. En je ziet hier de nummer 12. We representeren de hele klimaat van het jaar alleen op 12 momenten. Dus we hebben in het jaar 8760 uren. We gaan alleen 12 momenten van deze 8760 uren de berekening te maken. Dus het is ook niet zo nauwkeurig of representatief op gebied van klimaat. Dus de oververhitting criterium. Ik ga eerst verder en dan ga ik terug. Eigenlijk, de oververhitting criterium is een waarschijnlijkheid behoefte aan actieve koelingberekening. De kans dat actieve koeling zal worden geplaatst, wordt berekend. En binnen de EPB is de drempelwaarde 1000 kilo-uur. Indien de kans op actieve koeling groter is dan nul, worden er ook een netto energiebehoefte voor koeling ingerekend, die een invloed heeft op het pijl. En een oververhittingsindicatorwaarde is onder de 6500 kilo-uur licht, biedt geen garantie dat er nadien geen oververhittingsproblemen zullen optreden. Dus eigenlijk zelf met dit indicator is het niet zeker dat wij niet boven dit risicolimiet van 6500 kilo-uur in realiteit komen. Dus voor de woningsector moeten we deze oververhitting-indicator berekenen. En de indicator is een functie van thermische inertie of thermische massa van het gebouw, de verhouding tussen winsten en verliezen. En zonnewinsten worden in de aanmerking genomen op basis van de oppervlakte en oriëntatie van de glazen wanden. Interne winsten worden forfaitair beoordeeld, afhankelijk van het volume en elke energiesector. En op basis van onze oververhittingtemperatuur van 23. Op basis van dit indicator kan ik een groen hebben. Het oververhittingscriterium wordt gerespecteerd. Oranje of geel is het oververhittingscriterium wordt gerespecteerd, maar er wordt geen boete opgelegd. En dan rood, het oververhittingscriterium respecteert niet de waarde en kan worden beboet op het nieuwe niveau van de definitieve EPB-aangifte. Dus dit is gewoon onze berekeningmethodologie met dat is de minimum en dit is vanaf hier word je beboet. En we proberen als ontwerper altijd terug in het ontwerpproces te gaan als wij in de rood zitten, de verschillende parameters te veranderen tot wij terug een beetje in deze zone zitten of minder dan zelf 1000. Dus hoe zien we dat in de EPB-software? Eigenlijk tijdens de gebruik, de EPBD, zie je hier de O. De O zit voor de oververhittingsindicator. En hier het is duidelijk dat is 16.000 kilo-uur. Dat is boven de 6.500 kilo-uur. En daarom is het in rood. Wanneer het risico of oververhitting niet nul is, wordt de indicator oranje of rood. Dit impliceert dat een fictief verbruik
door de software voor koeling wordt verantwoord. En dan dit fictieve verbruik beschouwt elektriciteit als een energievector. Dit zal dus een nog grotere impact hebben op de E-pijl, totale E-pijl, en ook op de S-pijl. Dat is de kwalitatieve gebouwschil van de onderzochte woning. In dit voorbeeld wordt het niet het E-pijl van E35 bijvoorbeeld voldaan. En je blijft trial and error te proberen de parameter veranderen. Misschien minder glas, misschien zonwering, misschien actieve ventilative cooling of ventilatie, nachtventilatie, hogere thermische massa enzovoort. Tot jij minder dan de maximum komt en dan heb je een soort van een akkoord om de E-waarde te halen. Maar jammer, het is op einde van dit alle recalculatie blijft het een fictieve verbruik in de calculatie. Dus een beetje conclusie voor dit eerste deel van de presentatie. De oververhittingindex is verantwoordelijk voor een fictieve verbruik. Zelfs als u geen koelsysteem installeert, als u een kans van 18% heeft om er één te installeren, zullen we aan uw primaire energieverbruik een redelijke koelverbruik toevoegen. Dat is de basis van de EPB software package. Dit is een zeer zeldzame benadering, omdat het echt tegen bioklimatische architectuur is, waar je de schil correct isoleert, de opening beschermt, door zonwering en de gebouw correct oriënteert. Zelf met deze conditie word je beboet met een soort van 20% extra primaire energie, omdat de ontwerper van die calculatiemethodologie, hij dacht altijd dat mensen blijven nog een airco installeren in de toekomst. De berekende oververhittingsindex geeft geen informatie over thermische comfort, en dat is de zwakste deel, en ook een gebruikersoververhittingsrisico. Dus eigenlijk, dit is een mathematische rekeningmethodologie, die baseert op energiegebruik, maar het heeft niks te doen met echte thermische comfort. En de woorden zomercomfort, de woorden schouderperiode, we zitten nu in een schouderperiode tussen winter en zomer, komen niet voor in de EPBD-verordening. En dat zegt veel over hoe was de logica achter de ontwikkeling. De EPB-certificering moedigt eigenlijk ontwerpers niet op de juiste manier om te gaan met thermische comfort. Als gevolg hiervan installeert meer dan 12% van de nieuwe gebouwde huishoudens airconditioning units in Wallonië tijdens de eerste 3 jaar van bebouwing. Dat is het project dat wij bezig hebben en dat zien we, dat komt vaker. We hebben zeker, de COVID heeft een effect omdat mensen ze werken thuis, maar sowieso we zien dit cijfer en dat is een optimistische lage cijfer, de 12%. We denken het gaat hoger dan dit. Nu, de EPBD-berekeningsmethode profiteert niet van adaptatieve gevelstechnologieën. Alles wat heeft te doen met dynamische, bijvoorbeeld zonwering of ventilatie, geventileerde gevels of ventilatiegevels. Dus dit zijn alle problemen met de EPBD-methodologie die we alle dagelijks gebruiken om onze vergunning te krijgen. Historisch heb ik geprobeerd te begrijpen wat gebeurde in deze drie landen, België, Nederland en Duitsland. Ik begreep dat in 1996, dat was een PhD-project aan de Duitse universiteit, en daar kwam de eerste soort van berekeningmethodologie om de oververhitting te integreren in de EPB-calculatie. Dan kwam in Nederland Erik van den Ham. Hij heeft de eerste publicatie over een oververhittingindicator. De Duitsers hebben later, dit is een publicatie ook in 2000, met dezelfde logica. En wij begonnen in 2008 met de WTCB dit soort van oververhitting risico integreren in onze methodologie. En hoogwaarschijnlijk, we hebben ons gebaseerd op deze werk van de Duitsers eigenlijk. En door de invloed ook van Nederlanders. En sinds 2010 in Vlaanderen zit dit oververhittingsindicator en denk ik in Wallonië 1 jaar later.
De Duitsers waren niet zo blij met deze oververhittingindicator. Ze hebben een nieuwe DIN ontwikkeld voor oververhitting. Dat is de 18.599. Bij ons in België we ontdekten dat deze oververhittingindicator is niet zo nauwkeurig is. Dus we moeten iets doen, omdat we hadden geen methodologie voor kantoorgebouw. Dus van 2009 hebben we beslist dat de oververhittingindicator wordt alleen gebruikt in woningen. En voor kantoren, scholen en alle functies moet je een thermische simulatie of een thermische model gebruiken. En dan komt de Europese nieuwe rekeningmethodologie, 13.790. Die praat meer technisch over de oververhitting. Maar zelf met deze nieuwe wet zie je duidelijk dat Duitsers was niet blij. Ze hebben een nieuwe DIN met een grenswaarde van maximum 27 Celsius in woningen en in kantoren. En dan de Nederlanders aan de andere kant, ze hebben hun eigen ISO 74. Dus ze hebben de eerste thermische behagelijkheid of adaptatieve comfort geïntroduceerd. En sinds deze tijd gebruiken ze dat. En dan komen terug de Duitsers in 2016, ze integreren dit DIN in hun EPB. En Nederlanders kwamen in 2018 met een helemaal nieuwe standaard. Dat is de NT8800. Dat is een complete thermische comfortstandaard waar je adaptatieve, statische comfort en ook mixed mode. Dus je hebt drie soorten van operatie. Koeling, geen koeling en mix tussen koeling en ventilatie. En dit is een van de beste standaarden die we zien vandaag in Europa. Helaas, in België, sinds de werk van 2008 en 2009, gebruiken we dezelfde oude methodologie. En daarom roep ik dat wij moeten nu iets beter doen met onze rekeningmethodologie. Voilà, dat was de eerste deel van de presentatie. Nu, het was een beetje negatief, omdat, ja, dat is, het is wat het is. Maar ik ga nu over wat gaan we doen bij ons in Luik, wat wij proberen te doen, maar met een positieve aanpak, dynamisch modeling. We zijn meer gevoelig met klimaat. En hier is wat wij proberen te doen, een nieuwe oververhitting rekeningcriteria in Luik. Nummer 1, we moeten klimaat en de weergegevens goed hebben in dit model. De klimaat heeft een specifieke benadering van comfortberekening voor hittegolven. Dat is een vraag die we vragen als wij nu een indicator beoordelen. Heeft je indicator rekening, houdt de indicator rekening met de stedelijke hitte-eilandeffecten? Heeft je indicator rekening met de toekomstige weerbestanden van klimaatverandering met extreme scenario's? Dus op basis van deze drie vragen proberen we ja te zeggen. En nu, we zijn zelf kritisch dat wij de studie groter hebben. We proberen de 27 Europese landen te beoordelen op basis van deze criteria. Om te zien welk land is misschien de meest ontwikkelde land in dit gebied. Ik denk meneer Kalouvaerts, hij praat ochtend over de IPCC-rapporten. Maar de IPCC-rapporten, ik heb veel kritiek over, omdat van 2006 tot 2014 waren gebaseerd op een factor 1 van ijssmeltfactor. Wij waren verwacht dat het toekomstige klimaat een toename van bevolking en afname van straling zal veroorzaken. In het nieuwe IPCC, dat komt in 2021, hebben we wetenschappers een toename van smeltfactor van 1 naar 2 geregistreerd. Wat zal leiden tot een toename van zonnestraling en meer anticyclonische omstandigheden, wat het tegenovergestelde is van punt 1. Dus eigenlijk, de modellen die zijn in de IPC, ze kloppen niet met wat gebeurt in echte klimaatmetingen, echte observatie. En als we kijken in de laatste jaren, wat gebeurt in België met zonstraling? We gaan meer en meer in deze richting van minder neerslag overheid en meer gemiddelde temperaturen en meer zonschijn. Dus het is duidelijk dat de IPCC-modellen niet genoeg kunnen zeggen wat gebeurt in de toekomst. Maar als wij onafhankelijk van al deze voorspellingen denken,
wat gebeurt echt in de laatste 10 jaren op basis van metingen, dan ontdekken we andere conclusie. Eigenlijk wat gebeurt in België is dat we hebben altijd een overcast sky in onze modellen geïntroduceerd, maar we zien duidelijk, daar zit een transformatie van een bewolkte hemel naar een turbulente, heldere hemel met toenemende uren zonnestraling. De bestaande toekomstige weersvooroorspellingen zijn misleidend, omdat ze uitgaan van het toename van de luchtvochtigheid en bevolking. Waarnemingen wijzen echter op de toename van zonstraling en anticyclonische omstandigheden. Dus als wij meten, is het anders dan wat we voorspellen. En wat ik probeer hier te zeggen, we moeten gewoon concentreren wat wij geleefd hebben. Wat wij geleefd hebben in de laatste 15, 20 jaren is meer zon, meer dit soort van clear, turbid of turbulent hemel. En dat heeft een sterke invloed op de koelingcapaciteit 's nachts en op de zonstraling tijdens de dag. Nu, de tweede factor dat moeten we rekenen houden is de gebruikertype en de vertegenwoordiging. Wat is uw comfortstandaard? Dat is een vraag dat we moeten stellen of vragen als wij een comfort- of oververhitting indicator beoordelen. Is het de Fanger statisch model van 23 en dat is maximum? Of is het een adaptatieve model of het Israëlische model waar je kan boven 32 gaan? Dus dat is de eerste vraag. Dan komt de volgende. Omarmt uw methode de 4 gebruikscategorieën. Als je gewend bent met de comfort, de Europese comfortmodel, of de MBN ook, de Belgische, EN15251, dan hebben we 4 categorieën van gebouwen. De eerste is gevoelige gebouwen, waar je moet echt hoge comfort en echt controle hebben van de comfortlimiet. Misschien tussen 18, maximum 21 of 23, het hangt vanaf. En dan heb je het categorie 2, je kan hogere comfort, je kan van 16 tot 26. En dan heb je 3 en 4 voor gebouwen die zijn gerenoveerd. Je kan zelf van 15 tot 28, 29. Dus dat is een vraag. Wat zijn de limiet van de comfort en hoe is dat gebonden aan de gebruiker? Dus dit is belangrijk. Hoe representeer je de aanwezigheid in het simulatiemodel? Dat is ook een vraag. En op basis van dit zien we duidelijk dat vele landen proberen hun gebruikers te stimuleren om een ander gedrag met de kleding en zo verder te adopteren. Bijvoorbeeld hier in Japan, we zien duidelijk, ze hebben verschillende campagnes sinds de jaar 2000, dat is de Super Cool Biz, dat zelf de business en de kantoor lifestyle zich verandert en mensen meer geadapteerd zijn op jas thuis te laten en met shirt gewoon in de gebouwen gebruiken. Dus dat alles heeft te doen met de communicatie, met de populatie en hoe kan de populatie reageren op dit communicatie. Ik heb gestudeerd in Texas. Je kan nooit dit campagne in Texas uitvoeren. In Texas in de zomer, in augustus, moet je met een volle pak airconditioning 21, zelfs soms 20, omdat ze zijn gewend op dit soort van comfort. Maar ik denk wij als Europeanen, we zijn niet zo. We kunnen makkelijker ons gedrag adapteren. Maar ik zeg terug, als het comfortcategorie 1 is, zieke mensen of een bejaardenhuis of de traffic controller of een callcenter, plekken waar het dicht bevolkt, vele mensen zitten binnen en je moet een kwaliteit hebben mentaal, dan moet je echt de comfort stabiliseren. De derde vraag is comfortmodel en ik ben blij dat meneer de Klerk even over de Fanger comfort gepraat heeft. Is je comfortmodel gebaseerd op adaptatieve of statistische? Is er een onderscheid tussen natuurlijke gewindeleerde gebouwen, gebouwen met airconditioning of gebouwen met gemengde systemen? Dat zijn vragen. Ik ben niet tegen een van alle. Ik zeg, we hebben alle drie nodig. Maar we moeten van het begin duidelijk zijn welke type van gebruiker die ik heb en welke comfortmodel die ik heb. Op basis van dit kan ik mijn beslissingen beter voorspellen of verwachten. En dan kan ik ook minder problemen of klachten na de constructie. En houdt het model rekening met lokale gepersonaliseerde verwarmingen. We moeten niet vergeten dat in de meeste Aziatische landen, ik was in Singapore, verschillende jaren, er komen altijd dit soort van
gepersonaliseerde verwarming of koeling, ventilatiesystemen, een soort van plafondventilator, stoelen met airconditioning, elektrische verwarming, systeem, verwarmingsmatrassen. Dus er zit ook een soort van concepten nu, dat je moet niet de hele ruimte space conditionen of conditionen. Je kan gewoon de plek waar je werkt conditionen. En dat heeft ook een invloed op de totale gebruik. En we zien duidelijk dat we hebben de belangrijkste parameters van comfort, dat is de metabolisme, de kleding, de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de wanden, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtsnelheid. En op basis van dit, we kunnen twee soorten van comfortmodellen adapteren. De statische, waar je een vaste temperatuur zet, zeg maar, tussen 18 en 25, dat is een statische comfortmodel. Of je kan zeggen, ik ga een adaptatieve comfortmodel adopteren, waar je zegt, hoe warmer buiten het is, hoe hoger de binnentemperatuur kan mee stijgen. Dus op basis van die keuze heeft dit een sterk invloed op de comfortrisico of oververhittingrisico. We zien hier duidelijk dat is een nieuwe adaptatieve thermische comfort van de Europese Unie, de EN16798. Dit is de volger van de EN5251. En we zien duidelijk dat we hebben hier een hoger adaptatieve mogelijkheid, dat de hoger de buitentemperatuur, de hoger de limiet van de binnentemperatuur. Dus ik kan, als het buiten 30 is, kan ik tot binnen, zeg maar, tot 28, 29. En zelf dit comfort, nieuwe comfortmodel, tolereert tot 30,5 Celsius. Maar het moet een keuze zijn van de gebruiker of de representator van de eigenaar. Voilà. De vierde aspect is, wat is je simulatiemodel? Ga je een berekeningmethodologie gebruiken die statisch is, of quasi-dynamisch, of dynamisch? Is uw oververhittingberekening gebaseerd op een model met één of meerdere zones? In België, de hele EPBD is op één zone. Dus de hele huis is één zone. In vergelijking met Frankrijk, ze gaan een zone doen voor slaapkamers en de hele andere ruimte van het gebouw een tweede zone. En dan voor de slaapkamer heb je maximum 28. En dan in de andere zone kan je een adaptatische model hebben. Dus ze beschermen de mensen met een maximum statische model in de slaapkamers. En dan in de andere woningruimte ga je met een adaptatische model. Dus dit is ook een vraag. Wat doen we hier? Maakt uw berekening onderscheid tussen slaapkamers en andere woonruimte? En we zien duidelijk hier dat een dynamische model is meer gevoelig op klimaat. Als we zien, dit zijn de uren van het jaar, 800, 760. Dat is de, zeg maar, de zonstraling over het jaar met een soort van relatieve meting. Hier is een statische calculatie. We gaan altijd gemiddeld. En dan gaan we 12 keer dit gemiddeld berekenen. Maar in dynamische model ga je elke uur een simulatie aan, soms zelf elke 30 minuten of zelf elke kwartier kan je de simulatie berekenen. En op basis van dit heb je meer nauwkeurigheid op de risico van oververhitting. Dus dat is helemaal duidelijk het verschil tussen de twee methodologieën. En hier, dat is de approach van één zone. We gaan de hele gebouw in één thermische zone representeren. Of we gaan de verschillende zones representeren en verschillen maken van de living plekken of werkplek of de slaapplek. En dat is helemaal belangrijk in toekomstige reflecties. De laatste criteria heb je verplichte bioclimatische ontwerpeisten. Eigenlijk bijvoorbeeld in Frankrijk moet je zonwering hebben als je een klimaatcategorie op basis van een klimaatzone in het hele land, bijvoorbeeld. En dat is ook interessant. Sommige plekken, we zijn duidelijk, de oververhittingrisico is hoog. Dan moet ik dat prescriptief schrijven. Drempelwaarde voor de raamwandverhouding, dat zien we in alle Amerikaanse standards. Als je een LEED certification hebt of een BREEAM, dan moet je een limiet van hoeveel glas in het gebouw. Omdat ik ga niet een 100% glasfassade bouwen en dan ga ik vragen waarom is dit gebouw oververhit. Er moet een soort van logica achter hier. Verplichting van de G-waarde, de zontoetredingfactor, zonweringgebruiksfactor, de AC en de reductiefactor ook. Dat is een hele belangrijk, het is niet helemaal precies bij ons. Dit zijn alle soort van factoren in het bouwfysische model dat wij moeten veranderen.
Is dit een verplichting van zonwering, externe zeker? Heb je energie, heb je kans van thermische massa? Bij ons hebben we dat goed in de EPB. We hebben gemiddeld en laag en hoog. Heb je kans voor intensieve nachtventilatie? Maar we moeten niet zo optimistisch zijn met nachtventilatie. De presentatie van meneer De Koning was low-tech approach. Ik ondersteun dit approach helemaal. Maar stel voor, ik doe de Eberle gebouw in het centrum van Luik. Er is de warmtehitte, het is veel pollutie, auto's, luchtkwaliteit is slecht. Dan is het niet zeker dat de ventilatie 's avonds werkt. Eigenlijk, wij denken bij ons in Luik dat het wordt koeler, maar als we metingen doen, het is precies wat meneer Kalouvars zegde, we denken dat het gaat 5 Celsius koeler, maar als we meten, het is niet zo. Omdat de hele stad is warm. En het blijft warm. En de transitie van de warmte 's nachts gaat niet door de hemel. Eigenlijk de hemel 's avonds, dat is radiative cooling. Dat is de beste voordeel. En dat gebruiken ze veel in het Midden-Oosten. Maar bij ons is de hemel bewolkt. En dan kunnen we de steden koelen niet af eigenlijk. En daarom is de potentieel soms van echte nachtventilatie... Op basis van metingen werkt het niet. Dus ik zeg niet dat het niet werkt, maar ik zeg we moeten helemaal gevoelig zijn dat echt de temperatuur in de binnenstad, in de centrum, niet in Melle, maar in Sint-Bravo of in Gent-Centrum echt 18, 16, 14 komt. We denken altijd dat in 16 en 18 gaan we meten, dan is het in 23 s'avonds, 3 uur nacht, 23 Celsius of 24 of 25. Ik kan niks met 25 doen. Als ik echt de temperatuur van de geschil van de gebouw van binnen wil koelen. Dus dit zijn vraagjes. Hebben we bewerking van de interne winsten? Dat is een helemaal groot probleem in scholen bij ons. We hebben passieve scholen. We hebben meer dan 50 passieve scholen gebouwd in de laatste 10 jaren. En we hebben niet goed de interne winsten. Zelf deze kleine kinderen, ze zijn in lampjes. Ze geven warmte met een hoge dichtheid. En we zien dat duidelijk nu door de corona ook. Dus... Dit zijn alle vragen. Hebben we een natuurlijke koelapparatuur? Evaporative cooling is een potentieel. We hebben hoge potentieel in België. Zelf met een vochtige land, zoals België, daar zit een potentieel voor passieve koeling. Voilà, dit zijn een beetje de basisvraagjes. En ik ga niet over verhalen over de zonstelling minimaliseren van interne bijdrage. Ik denk, we hebben dat alles gestudeerd. Dat is niet nieuw. Maar nu wil ik stoppen met klimaatverandering. En ga ik langzaam naar de einde van mijn presentatie. En ik wil nu een andere vraag proberen te beantwoorden. Zijn wij voorbereid voor de energietransitie? Ik praat niet over politiek. Moeten we de kerncentrale stoppen of niet stoppen? En gaat het niet of weet ik wat? Wat is belangrijk? We moeten het doen. Europa gaat het ons vragen dat wij een energietransitie. Gisteren heeft het Europese parlement gekeurd... de keuze van 60% minder CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 voor 2030 te hebben. Hoe gaan we dat doen? We moeten ook onze hele energiegebruik landelijk of regionaal bedenken wat gaan we doen. Met deze warmte of oververhitting, dat komt vaker en dit extreme conditie dat wij vaak en vaak zien... We zien duidelijk dat we hebben hogere gemiddelde temperaturen, verstoorde regenval en we hebben drogere zomer en langere zonschijnduur. Dat is een van de belangrijkste condities en meer extreme weeromstandigheden. Dat is wat we hebben met klimaat. Nu, als wij proberen te studeren, zoals de verzekeringssector, wat is de invloed van klimaatverandering op tertiaire of kantoorgebouwen in België, we zien duidelijk dat de hoogste risico is, heeft te doen, de sterkste impact is koelvraag. Dus dit vraag op koel, we kunnen bewust of onbewust verantwoordelijk zijn om dit koelvraag te verhogen. De impact van deze koelvraag is helemaal sterk. Zeker hebben we andere factoren die zijn ook negatief, hitteziekte, slaapgewoonte, verandering. We gaan siesta misschien doen en onze cafés en restaurants gaan open, zoals in Spanje, na 9 uur.
En dan gaan we thuis naar 1 uur slapen en dan eten, eten, slapen en dan komen we terug naar de werk op 4 uur tot 9 uur. Dat is de lifestyle van de Mediterraanse zee. En niemand kan tegen mij zeggen dat tijdens de hittegolf van deze jaar 10 dagen de temperatuur 's avonds is boven 25. Hoe kan je productief 9 tot 5 werken? No way. Je gaat vroeger misschien naar werk, 7 uur, en dan stop je 12 uur en dan finito. Of misschien check je e-mails namiddag thuis. Maar je kan niet dezelfde 8, 9 tot 5, dezelfde ritme van de land. Als dit blijft gebeuren, en als dit blijft verhaald of gebeurt vaker, dan gaan we ook onze gedrag veranderen en dan hebben we vele risico landelijk. Maar de eerste ding dat mensen gaan doen, ze gaan een airco installeren. En we zien ook dezelfde studie dat meneer de Klerk heeft gepresenteerd, van Ramon et al. In 2020. We zien duidelijk dat de cooling degree days is in stijging. Dus langzaam komt de vraag voor koeling eigenlijk. We wassen altijd een land dat is heating dominated. En we gaan langzaam naar een land waar het is niet heating dominated, het is mixed. Heating en koeling. En het is duidelijk als iemand in kantoren werkt, jullie kunnen dat duidelijk zien dat onze kantoren, speciaal deze Brussel grote toren, zijn cooling dominated. Dus 8, 9 maanden van het jaar full cooling. Dus dat is een tekening waar we gaan. En we hebben een case study in Luik gemonitord. En gelukkig heb ik het gedaan met een andere professor, professor Jean-Marie Augustin. En we hebben metingen sinds 2008 voor een passieve huis, houtconstructie in Kettenis, Oost-België, Duitsstalige België. En we zien duidelijk dat dit was de EPB-calculatie voor de overuren, of zeg maar de oververhittinguren. Dat was rond 500. Dit was de dynamische simulatie. We gebruiken Energy Plus, Sephira, Design Builder, dezelfde. Dat was de verwachting van de simulatie en dat is de monitored. Dus we zien duidelijk dat een dynamische model is helemaal meer precies in de nauwkeurigheid. En dit was de Passive House PHPP package. Als jullie weten, de Excel sheet voor de Passive House. Dus we zien duidelijk dat dynamische model vandaag, zelf als we van niet houden, dat is geen luxe. Het is een basis. Als ik echt loyaal ben voor mijn cliënt en ik wil een dienst bieden van kwaliteit en ik wil ook een architectuur die kwaliteit brengt, moet ik een dynamische model. Moeilijk, hoe ga je dat doen? Dat proberen we op te lossen. Misschien gaan we onze EPBD-methodologie verbeteren. Maar op einde, het is duidelijk dat en de verschil hier is niet zelf significant. De verschil is remarkable. Dus het is ongelooflijk een grote verschil. Dus hier is een vergelijking met het klimaat van Luik. En we zien duidelijk verschillende comfortmodellen. Dat is de passive house model. Een statisch model, bijna 25 vaste temperatuur. En dan hebben we de adaptatieve model, de blauw. En je ziet dat de hoger de buitentemperatuur, de hoger ik kan de binnentemperatuur tolereren. En eigenlijk dat is de beste comfortmodel, zolang de mensen gezond zijn in de gebouwen, die ik raad. En eigenlijk, dit is de 16798, de nieuwe versie. Maar als we blijven met statische modellen, wordt het moeilijk te zijn en dan kunnen we niet onze energietransitie makkelijk brengen. Dus de stijgende vraag naar koeling in woon- en bedrijfsgebouwen, de belangrijkste te verwachten effecten van de klimaatverandering van België. Nummer 1. In België, de geschatte marketpenetratie van koelingssystemen in huishoudens is tussen 8 en 15%. Dat betekent dat bijna 15% van de Belgen gebruik maken van airco's. De geschatte jaarlijke toename van het energieverbruik voor koeling stijgt jaarlijk minimum 1%. Business as usual scenario's verwachten een stijging tot 25% in 2030 en 40% in 2050. Dat is een belangrijke uitvinding van onze werk. En we hebben een PhD die alleen werkt op dit thema. Proberen te kwantificeren hoe ver gaat koeling groeien in onze land. En we moeten niet vergeten dat de oververhitting risico
dit vraag aan koeling verhoogt. Omdat, wat is een koelingssysteem? Eigenlijk, ze noemen dat in Engels heat rejection. Dus we gaan de warmte, wat is het in Nederlands? Rejection? Out van de huis, of van de kamer, maar de warmte blijft eigenlijk. Dus de warmte gaat gewoon naar de buitenstraat. En dan gaat de straattemperatuur automatisch 8 Celsius, 10 Celsius hoger. En dan komt de binnenlucht die van het begin laag was, nu hoger. Dus het is een cyclus die we nooit kunnen vechten. Dat is een studie helemaal interessant van Vito. En ze hebben ook een soort van scenariusmodel. 4%, ze zeggen sowieso 4% van huishoudens hebben, of woningen hebben airco. En dan hier een scenario van 20%, een scenario van 40% en een scenario van 60% tot 2050. En dit studie is ook helemaal interessant en ze ook geven wat soort van technologie, warmtepomp, wat is de invloed. En we moeten niet denken dat de warmtepomp met zonnepaneel helemaal klimaatneutraal is. Een warmtepomp is een goede iets, maar we moeten zeker zijn dat de warmte niet in de straat belandt. Als ik landelijk leef, ça va, it's okay. Ik heb lage densiteit, maar als ik stedelijk ben en iedereen een warmtepomp investeert in de zomer, dit soort van concentratie van warmte, het gaat alles buiten. Dus dat is ook om een soort van argument dat we moeten berekenen en denken, waar gaan we en wat gaan we doen met onze steden? Voilà, ik kom op einde. De belangrijkste verwachten van de klimaatverandering van België, dat wij zonder een hervorming van de EPB-methode door te voeren, blijft de installatie van actieve koelingssysteem en ad hoc en post-construction gedrag. En ik doe post-occupancy evaluation, dat kan ik u bevestigen. We gaan voor de vergunning zonder koeling en dan komt de klant, binnen 3 jaar hebben ze een airco. Dat gebeurt. En ik zeg dat gebeurt sowieso met gebouwen van de jaren 60 en 70. Stel voor wat wij doen sinds 2000, met het jaar 2000, luchtdichte gebouwen, hoog geïsoleerd gebouwen. Dus het gaat gebeuren. We moeten niet optimistisch denken en verwachten dat mensen zullen kiezen voor een omkeerbare warmtepomp of een warmtepomp met een bypass gekoppeld aan een PV. Dat is duur. Dat is een goede oplossing, maar het is duur. Mensen zullen gewoon de goedkoopste optie kiezen, of ze gaan eigenlijk de goedkoopste optie kiezen, namelijk een splitsysteem. En de gevolgen van deze keuze zijn catastrofaal wat betreft de impact op CO2-uitstoot en de benodigde investering in energiecentrales. We moeten dan wat gascentrales kopen, of wat gaan we doen? Qatar of wat? En dan gaan we verder nog de warmte, heat island effect, of hitte island effect, magnificeren of versterken. Dus conclusie en aanbevelingen. Sorry, ik ben een architect en ik ging een beetje over energietransitie en ik ga over klimaatverandering. Ik wilde meer over architectuur en gebouwen praten, maar ik zie dat mijn collega's doen dat goed en we zijn complementair in de presentatie. Maar een goede oververhitting indicator moet rekening houden van klimaat en weergegevens, gebruikertype en vertegenwoordigingen. De comfortmodel moet goed gekozen zijn. We moeten dynamische simulatie, dat kunnen we niet. Gebruiken dynamische simulatie software gebruiken, dat kunnen we niet vermijden. En we moeten een soort van verplichte passieve of bioclimatische ontwerpeisen brengen in onze standaard om echt tegen dit klimaatverandering neutraal of CO2-neutraal mogelijk buiten te komen. De bedoeling van die tabellen dat jullie dat niet gaan lezen, zeker niet. Maar ik geef alleen een idee. We doen een vergelijking wat gebeurt in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Verenigde Koninkrijk, Engeland. En ik kan zeggen, één van de beste landen, Nederland, Frankrijk. Ze hebben een echt serieuze aanpak voor de EPB. En we proberen vaak om netwerken met deze twee landen, om te zien en te leren wat ze doen. Ze hebben echt interessante antwoorden op alle onze vragenlijsten. En het is een van de meeste nauwkeurige methodologie. En op einde, we moeten niet vergeten dat mensen moeten gemakkelijk adapteren met het gebouw. Gemakkelijk openen van ramen. De opening kan door de gebruiker worden aangepast. Geen werkende airco, individuele controle van de ruimte. Energiezuinige methoden zoals ventilatoren, luiken, nachtelijke ventilatie. En zeker een bewijs door dynamische simulatie en monitoring of post-occupancy evaluation.
Dan kunnen we echt de feedback loop sluiten. En ik werk ook vaak met adaptatieve geveloplossingen, omdat we kunnen dat niet vergeten. We zitten in een kapitalistische economie, dus we zoeken altijd nieuwe technologie. Hoe kunnen we dat doen zonder een negatieve impact? Ik stel voor zonwering met automatiseren of geavanceerde automatisering is een goede oplossing. Ik denk alles wat heeft te doen met schil, dat is adaptatief, kan een optie zijn. Het is niet over adaptatieve geveloplossing vandaag, maar ik geef alleen voor mensen die van de high-tech houden of ze willen een corporate image voor hun gebouw brengen, omdat sommige klanten zijn gewoon in dit logica. Dat kunnen we ook doen met adaptatieve geveloplossingen, zonder de oververhittingrisico te verhogen. En dan een korte aanbeveling. Het is niet aan jullie als architecten, maar misschien door jullie kunnen we, of door ons kunnen we iets doen. De EPBD-software moet verbeterd zijn om de rekening te houden met toekomstige veranderingen. Het huidige wetgevingskader van het Vlaams en Waalse gewest moet verbeterd door de reeks indicatoren voor thermische ongemak op lange termijn aan te nemen, die de klassificatie van het gebouw met betrekking tot toekomstige projecties mogelijk maken en de noodzaak om dynamische berekeningen aan te passen in plaats van statische schattingen. Duitsland, het is dynamische simulatie, de EPB. Nederland, dynamische simulatie, EPB. Meest Scandinavische landen, de EPBD is dynamisch. Het is te laat dat we blijven met onze statische 12 maandenpunten in België. En als onderdeel van de International Energy Agency Annex, mevrouw Hilde Brees gaat overpraten, over de verkrachtige koeling, veerkrachtige koeling, resilient koeling, werken veel Belgische onderzoekers aan het harmoniseren van de state-of-the-art berekeningmethodologieën. Dus ik denk onderzoekers bij ons hebben genoeg kennis over. En hoe moeten we dat doen? We moeten alleen nu een beetje koppelen aan de WTCB en proberen dit moderniseren van onze EPB-rekeningmethodologie. Voilà, dat is alles. Bedankt en bon appétit.